overtuigd om die bal te keren. De bal komt voor het doel. Doelpunt voor het Nederlands elftal. Rust en twijfel trekken. Koop Meiners. De bal bij Frenkie de Jong. Berghuis. Hij heeft richting doel marcheren met die bal. Een kans om te scoren. En weer een. Twee doelpunten voorsprong voor Nederland nu. Schitterende redding. Die bal van zo dichtbij. Die gaat er normaal gesproken gewoon in. Ja, dat doet hij gewoon bijzonder knap, zie je het. Dit is Angel Di Maria. En de paas op Messi. Zo maken ze een einde aan de dreiging. Naar de andere kant van het veld gespeeld. Frenkie de Jong. De bal bij Frenkie de Jong. Steven Bergwijn probeert zichzelf te lanceren. Kan hij hiervoor gevaar zorgen? Doelpunt voor het Nederlands elftal. Wat is dat toch lekker, hè? Als je een bal zo perfect kan raken. Zo hard. De doelman heeft dan gewoon veel minder tijd om te reageren. Dat is ook hier het geval. Alejandro Gomez. Wat gaat hij nu doen? Het schot wordt geblokkeerd. Goede tackle op de eigen helft. De bal is weer in bezit. Memphis. Ja, mooi, zo'n steekpas. Bal bij Koopmeiners. Raak! En zo blijven ze uitlopen. Wat gebeurt hier toch allemaal? Ze staan inmiddels 4 treffers voor. We gaan verder met een afgetekende score. 4-0. De Berghuis met een gevaarlijke bal. Knap hoor, dat steekpaasje op Memphis Depay. Oh, en ook die zit! Haha, jongens, ze blijven maar scoren. Waar? Ja, waar gaat dit eindigen? Nou ja, na 90 minuten ga ik naar huis. Ik denk dat de verdediging wel even bij zich...